In de sportwereld zijn er veel sportverkiezingen, zoals bijvoorbeeld de voetballer van het jaar, de wielrenner van het jaar en de korfballer van het jaar, om er maar een paar te noemen. Bij de schaatsers heet dat anders, de Art Schenk Award. Hij wordt dit jaar uitgereikt door de commissaris van de Koningin in Friesland, de heer Hans Wiegel. Het schaatsen leeft, geloof ik, in Friesland als nooit tevoren. Dat is inderdaad waar. En iedereen die hier vanavond is, maar vooral ook iedereen die het thuis op de televisie kan zien, die kan zien dat hier allemaal enthousiaste mensen zijn die van sport houden en ook geweldig sportief met die sport omgaan. Goed, Tialf, het is een heel belangrijk moment. Wie is het geworden? De schaatser van het jaar, de man die dus de prachtige Art Schenk Award krijgt, is een man die jong is van hart. Jong van lijf en leden. En toch al een zekere leeftijd heeft bereikt. Een man die altijd zeer sportief is geweest, ook nu op zijn 45ste. Wie denkt u dat het is? Dries van Weijen natuurlijk. En als er iemand is die hem verdiend heeft, dan met u dat. Alsjeblieft. Hou hem vast, want hij is zwaar. Hij is ontzettend zwaar. Hartstikke bedankt. Winnaar van de Art Schenk Award 1991, Dries van Weijen. 45 marathons op natuurreis heeft hij al op zijn naam staan. En dit jaar werd hij in Ankeveen Nederlands kampioen op natuurreis. In 1973 was hij al Nederlands kampioen wielrennen bij de amateurs. En zo nam hij al afscheid van Dolle Dries.